In de vorige video heb ik natuurlijk dit mooie kleurstadbord gemaakt. Maar ik werd vanochtend wakker en toen liep ik zo uit mijn huis. En toen dacht ik van, het valt nog niet erg genoeg op. En daarom heb ik het idee om vandaag quartz te gaan halen in de Nether. En ik zie er sowieso al een tijdje heel erg naar uit om gewoon lekker naar de Nether te gaan. Ik ben er nog niet geweest. Dat zou dan ook de eerste keer zijn dat er iemand naar de Nether gaat volgens mij. Of het moet zijn dat iemand een portaal heeft waar ik niks van af weet. Dus dat lijkt me wel een heel erg leuk idee. Alleen heb ik daarvoor natuurlijk wel een aantal dingetjes nodig. En ik weet nog dat toen we hier zo kwamen op deze plek, toen we nog een plek aan het zoeken waren met Mick de Noob en de Pro, dat we vanaf die kant kwamen en dat er daar ergens een kapotte portaal stond waar we langs liepen. En ik hoop daar dus obsidian te kunnen vinden. En dat moet ik dan ook allemaal weghakken. En wat heb je daarvoor nodig? Natuurlijk een mooie diamond pickaxe. En ik zat een beetje de reacties te lezen van de video van mijn bunker en toen zeiden jullie dat ik nog geen geheime ingang had gemaakt. En daar hebben jullie helemaal gelijk in. Ik weet niet wat ik hier heb gedaan. Dit is niet heel erg handig. Maar goed, eens eventjes kijken. Ik heb hier wel wat birds wood, dus laat ik gewoon maar heel eventjes hier zo heen gaan. Dan heb ik voor nu even een oplossing dat het wel gewoon een beetje bedekt is, zodat niemand kan zien dat daar een bunker zit. En dat ga ik doen door middel van dit trappetje weg te halen en hier een slab te plaatsen als ik dadelijk weer de bunker verlaat. Oh, trouwens, en misschien is dit wel een hele vette plek om het portaal te bouwen. Ik weet niet. Oh, misschien kan ik daar wel een vette ruimte voor maken hierachter. Dat zou wel heel erg vet zijn. Oké. Dat ga ik zeker doen. Dat lijkt me echt een top idee. Maar dan ga ik dadelijk maar eventjes dit stukje uithollen en hier dus een soort van portaal kamer maken. Ik denk dat dat wel een heel erg gaaf idee kan zijn. Dan kom je hier naar beneden, heb je de opslagruimte met een leuke bank waar je lekker kan chillen en dan ga je hierdoor en dan hebben we hier dadelijk een portaal. Ja, ik denk dat het echt een fantastisch idee is. Maar eerst is het even tijd om al die benodigdheden te verzamelen en daarvoor hebben we natuurlijk wat stokjes nodig en wat diamonds, want we moeten een diamond pickaxe hebben, anders dan kunnen we dadelijk helemaal geen obsidian hakken en dat willen we niet. Dus hoppakee, ik heb een diamond pickaxe en dat betekent dat we naar boven kunnen. En dat ik nu dus eerst dat portaal moet gaan zoeken. Maar ik denk dus nog best wel helder te weten waar dat ding staat, dus ik hoop dat ik het makkelijk kan vinden. En ik doe, bam, dit ding er eventjes op voor de zekerheid. Volgens mij is er op dit moment niemand online. Even kijken, nee. Dus dat betekent dat ik gewoon mijn gang zou kunnen gaan nu. Maar ja, ik weet het niet. Het kan zomaar zijn dat er elk moment iemand online komt. Dat is nou eenmaal zo in een Minecraft server. En ja, ik denk echt dat het er veel beter uit gaat zien met quartz. Dus laten we dit snel maar even gaan fixen. Als het goed is, moet ik vanaf hier gewoon alsmaar rechtdoor lopen. En ik, sorry schaap, ik ga je eventjes killen. Want ik heb echt je vlees nodig. Ik heb namelijk nog maar 10 kippetjes. En dat is echt lang niet genoeg. Dus ik ga dat vlees dadelijk ook eventjes lekker in mijn bunker klaarmaken om lekker op te eten. En laat ik dit ook maar eventjes eten. Hé, en we hebben hier gelijk het volgende stukje vlees. Sorry kip. Doei, dank je. Jeetje, het is wel een gevarieerde maaltijd vandaag, merk ik al. Oké, eens even kijken. Hebben we hier de portaal ergens? Ik zou zweren dat hij hier ergens stond. Ik weet het echt niet zeker eigenlijk. Dat is ook weer stom, maar hallo, portaal. Even kijken, waar staat dat verdomde ding? Oh, kijk, ja, daar. Daar staat de rune portal. Top. Maar eerst zie ik hier nog even wat kippetjes. Echt een heleboel zelfs. Jeetje. Bam. Hoppakee. En was hier nog een kip? Oh nee, dat is een wolf. Snel weg hier. Dadelijk is het een hongerige wolf. En je weet wat hongerige wolven doen. Die vallen mensen aan. Dat moeten we niet hebben. Oh nee, ik gooi mijn pickaxe hier in het water. Waar ligt hij nou? Waar ligt hij? Oh, wat gooide ik? Ik denk mijn zwaard of zo. Oké, maakt niet uit. Oh, hier ligt. Hè? Hoe komt dat zwaard helemaal hier? Ik zwom helemaal niet hier. Ik hoop dat er echt genoeg obsidian staat bij het portaal. Anders kan ik natuurlijk nooit een portaal maken. Dat is ook best wel een dingetje. En eens even kijken. Even kijken, is het een grote rune portal? Jazeker. Oké, dit moet wel goed komen. Er is wel een paar quarrying obsidian. Daar heb ik niet zoveel aan natuurlijk. Maar ik denk dat het helemaal goed moet komen op deze manier. Alleen duurt obsidian hakken zo lang. Ah, ik was weer vergeten hoe ongelooflijk lang zoiets altijd duurt. En wat zit er hier in de kist? Oh, ja, let's go. Oh, dit helpt me zo erg. Dit gaat zoveel tijd schelen. Ik heb hier een hele hoop obsidian al in de chest gevonden. Dat is echt top. En ik heb hier weer een hele hoop horse armor. Weet je, dat neem ik gewoon mee. En dat ga ik dan dadelijk gewoon lekker allemaal in mijn kluis doen. Ik heb hier ook een golden shovel. Die neem ik ook mee. Flint en steel. Dat is leuk om de noob in de fik te zetten natuurlijk. Ja, sorry. Dat vind ik gewoon enorm grappig. En volgens mij heb je dus 9 obsidian nodig of 11. Ik weet niet. Voor een portaal? Ik weet het niet. Ik ga denk ik gewoon alles meenemen. En dan heb ik zeker weten genoeg. En ik moet ook even zorgen dat hier geen lava onder zit. Want als dat zo is, dan ga ik hartstikke dood. Ik hoop het niet in ieder geval. Oeh, oeh. Oké, het gebeurde letterlijk bijna. Oh, nee, 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 nee. Die magma bloks doen ook pijn. Oké, mensen, ik ga het eventjes allemaal weghakken. En dan kom ik zo bij jullie terug. In totaal heb ik hier één... Nee, nee! Ik gooi letterlijk mijn diamond pickaxe hier naar beneden. Oké, wel fijn dat ik hem, zeg maar, net gebruikt heb waarvoor ik hem moest gebruiken. Maar dit is echt super vervelend. Oh, jeetje. Ik heb mijn diamond pickaxe die ik net had gemaakt weggegooid. Maar goed, ik heb 21 obsidian. Dat is wel fijn. Oh, wat ben ik ook weer ontzettend dom aan het doen, zeg. Nou ja, ik ga maar gewoon weer terug naar mijn basis. En dan ga ik die kamer maar eens eventjes aanpakken. Want die moet er wel wat mooier uit gaan zien, al wil ik daar een portaal in zetten. En de ruimte is gemaakt. Kijk eens eventjes. Het ziet er prachtig uit.
uitje komt er dus naar beneden. En dan heb je hier deze ruimte. Dan mist alleen nog één ding. En dat is inderdaad het netherportaal. En die gaan we nu maken. Eens even kijken. Die moeten we hier zo. Gat. Hoppakee. En dan moet hier zo. Bam. En dan gaan we hier zo. Bam. Ik moet trouwens echt even niks misplaatsen. Want dan moet ik alles weer helemaal opnieuw weghakken. En dan moet ik weer een diamond pickaxe maken. Nou, jullie horen het al aan me. Daar heb ik geen zin in. En kijk eens even. Dit is het portaal. Ziet hij er nice uit? Nou, ik heb wel eens mooiere portalen gezien. Maar goed. Dus even kijken. Ik denk dat we hier ook nog even wat leuke, kastjes gaan maken zo. Hoppakee. Prachtig. Dan kunnen we even kijken. Hier zo bovenop denk ik nog even een mooie lantaarn zetten. En hier ook zo even zo. Hoppa. En wat kunnen we dan daar neerzetten, joh? Nou ja, dan vinden we later nog wel eventjes iets op. Het is voor nu eventjes belangrijk dat ik het portaal, bam, aansteek. Kijk, hij doet het. En wat past die kleur van dat portaal toch mooi bij deze ruimte ook, hè? Fantastisch. Eigenlijk zijn netherportalen wel gewoon helemaal top. Kijk dan hoe vet deze kleur is. Maar goed, genoeg over de kleur van een netherportaal. We moeten natuurlijk naar de nether om quartz te verzamelen. En ik moet eerst, voordat ik dat ga doen, eventjes hier alles in de oven doen. Want dan kan ik eventjes wat eten meenemen. En dat is natuurlijk ook super handig. Anders dan ga ik verhongeren. En daar heb ik geen zin in. En hier doe ik gewoon eventjes dit eten in. Nou, dit moet echt binnen no time in de fik vliegen. Dat kan niet anders. En ik heb hier ook nog dat horse armor van net. En ik maak eventjes zoveel mogelijk ruimte. Want dan kan ik ook gewoon eventjes zoveel mogelijk dingen meenemen dadelijk. En ik neem deze fire charge ook mee. Als je daar namelijk rechter muisknop mee doet, dan schiet je een vuurbal. En dat kunnen we wel goed gebruiken, dus mochten we dadelijk een gas tegenkomen of zo. Maar wat ik vooral hoop tegen te komen zijn quartz. Heel veel quartz. Oké, deze kip is klaar. Dit is klaar. En dit is klaar. Kijk, nu hebben we zeker weten gewoon genoeg eten. Dat is hartstikke chill. En even kijken. Kan ik nog eventjes wat maken? Ik denk dat ik toch... ik pak wel gewoon dit. Ik ga een golden pickaxe maken. Dat ga ik doen. Die zijn het snelste in de game. Dat weten heel veel mensen niet. Maar gold is het snelste. Het gaat alleen ook het snelste kapot. Dus dat is waarom bijna geen mensen golden tools maken. Oké, laten we gewoon maar de nether in gaan. Waarom ook niet? Hoppakee. Ik hoop niet dat we ergens boven een cliff uitkomen of zo. Dat het echt super gevaarlijk wordt. Oké, ik stap hier uit. En dit ziet er tot nu toe nog best veilig uit. En de eerste quartz hebben we ook al gevonden. Dit is top. Maar wat ik eerst eventjes ga doen. Ik besef me net dat ik zo slim ben geweest om geen blokken mee te nemen. Dus ik moet wel eventjes wat blokjes hakken. En we komen zelfs al gelijk quartz tegen nu. Kijk, dit is hartstikke fijn. Quartz heb je volgens mij best veel nodig om van die blokken van te kunnen maken. Volgens mij 4 stuks en dan kan je pas een blok of quartz maken. We hebben best wel wat quartz nodig. Maar we hebben er nu al 14 en even kijken. Ja, daar kunnen we nu al bloks van maken. En let's go. Dit is top. We hebben onze eerste blok of quartz. En hierboven hebben we gelijk nog meer quartz. Kijk, hoppakee. Ik ga het gewoon even hier in mijn inventory doen. Dan kunnen we een beetje bijhouden hoeveel we al hebben. Ik heb niet gek veel nodig. Maar het is wel fijn om gelijk even een voorraadje te hebben. Voor nu heb ik echt alleen maar genoeg nodig voor, ja, die letters echt. Even kijken, waar heb ik nog meer? Oh, kijk, hier staat gewoon nog meer. Jeetje, man. Wat een zieke blessing, ouwe. Even kijken, dan hangen we dat ook gewoon gelijk weg. Zo. En dan begint het al best wel op te schieten met die quartzblokjes. En eens even... Oké, we gaan verder omhoog. Ja, ik heb het alweer door. Even kijken, ik ga eerst zo hoog wandelen als het kan. En dan gaan we... Ja, dan gaan we gewoon daarheen. Let's go, man. Let's go. Ik denk namelijk niet dat ik veel meer blokken ga nodig hebben eigenlijk. Ja, trouwens, ik heb echt wel 2 stacks van die quartz nodig. Ja, zeker wel. Misschien wel 4 stacks trouwens. Jeetje, oké, ik heb wel echt heel veel nodig. Laat maar. Ik heb niks gezegd, oké. Ik heb denk ik minimaal wel 2 stacks nodig. Wat zou betekenen dat ik, 8 stacks van deze quartz moet hakken. Jeetje, oké. Ik ga nog wel eventjes in de nether zijn. Alleen ga ik het voor jullie niet zo lang laten duren. Ik zie jullie weer terug wanneer ik genoeg quartz heb. Maar eerst moet ik eens eventjes een uitgang zien te vinden. Oh jeetje, dit gaat wel even duren zeg. Oké, ik ben een hele tijd verder. Mijn golden pickaxe ging echt super snel kapot. Deze pickaxe die is bijna kapot. En ik heb een heleboel quartz. Ik kwam er net bij een gedeelte uit. En dan had je echt, ja, dat zag ik echt overal quartz zitten. En het was best makkelijk om te pakken. Dus dat was wel chill. Voor die plek waar ik net was, moest ik natuurlijk super veel klimmen allemaal. Maar nee, ik ben hier super blij mee. Eens even kijken. Ik ga nu zo hier in doen. Kijk, en dan heb ik nu nog meer blocks of quartz. En ik moet ook nog een aantal van die stairs hebben zo op deze manier. En nog meer block of quartz. En nog meer block of quartz. En dan gaan we dit nog eventjes maken zo. Hoppakee. En ik denk dat ik op deze manier wel genoeg moet hebben om de letters aan te passen. En jullie gaan nu zien of dat gelukt is. En mensen, kijk eens. Ik had gelijk. Het ziet er echt veel beter uit dan dat het er net uitzag. Dit valt veel meer op. Ik ben hier echt super blij mee. En ik hoop ook echt heel erg dat Mick, de pro en de noob hier ook super blij mee zijn. Ik vind het in ieder geval echt super vet. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei!